is natuurlijk al heel lang een zootje. Maar dus met fietsen moet je er een beetje omheen. Maar het valt, het hoort erbij toch? Ja, maakt mij niet uit. Gelukkig woon ik er niet boven. We gaan beginnen met de bouw van een nieuwe grote fietsenstalling. Dat is een fietsenstalling voor 7000 fietsparkeerplekken onder het water voor Amsterdam Centraal Station. We gaan starten met het trillen van de damwanden. Dan zullen de contouren eigenlijk van de bouwkuip zichtbaar worden. Daarna wordt de bouwkuip leeggepompt en wordt de fietsenstalling verder afgemaakt. Ja, ik vind het een goede zaak. Wel stukken mooier dan al die fietsen overal, die overal maar neergekwakt worden. We gaan vooral veel herrie maken, helaas. We hebben overleg gehad met de bewoners en de omgeving. En in samenspraak met hen is besloten om een aanpak te doen van 4 dagen in de week. Tijdens het inhijsen van de damwanden zal het verkeer even stil worden gelegd. Het intrillen van de damwanden zal duren tot medio juli. En in het najaar, na het verleggen van het tramspoor, zullen we nog terugkomen voor een klein deel van de damwanden. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer. Santé.